Dames en heren, het is al een tijdje geleden dat wij afscheid, is een lelijk woord, maar dat wij toch formeel hebben moeten afstand nemen van elkaar hier te ontmoeten in de gemeenteraad. Het is alle twee goed. Het heeft alle twee zijn positieve punten. En ik voel me nu ook goed. En ik voelde me vroeger ook goed. Dus we hebben uiteindelijk na veel aandringen de diverse medailles waarop onze eregemeentesecretaris ondertussen recht heeft ontvangen. Ja, ik ben dus al een tijdje in pensioen, maar inderdaad, ik heb redelijk wat bezigheden, vooral in de sector van het verenigingsleven, maar toch ook nog een aantal aspecten waarbij ik de gemeente in een aantal raden nog bijsta. En vandaag is er een plechtig momentje om het feit dat eregemeentesecretaris Louis van Relichem reeds van in het jaar 1976 dienst heeft gedaan als secretaris van de fusiegemeente Zemst. Dus in totaal 39 jaar. En vandaar dat de koning heeft beslist dat die 25 en 35 jaren die zeer verdienstelijk zijn geweest, dat dat met de nodige ordes en eretekens moet worden beloond. Wat ga je nu doen met die medailles? Ik vermoed in de kast liggen. Zelfs in de